Wolfert Pro is een tweetalige VMBO-school in Bergse Hoek voor leerlingen van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg. Wat voor leerlingen kunnen hier terecht? Nou, alle leerlingen die het genoemde advies hebben, kunnen hier terecht. En daarnaast hebben we ook plekken hier op school voor leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben. Dat zijn de leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben. Wat voor vakken krijgen ze hier? Dat varieert heel erg. We hebben veel verschillende vakken. Een van de belangrijkste vakken hier die een beetje anders is dan op veel andere scholen is koken. En daarnaast is de tweede vreemde taal die hier gegeven wordt Spaans. En terwijl op veel scholen Duits en Frans de vakken zijn die gegeven worden. Dat hebben we hier niet. Nou, en naast die bijzondere vakken hebben we de redelijk normale vakken als Nederlands, Engels, wiskunde. Eigenlijk de vakken die je op alle scholen kunt verwachten. Waar ligt voor jullie de focus? Het belangrijkste onderdeel van ons onderwijs is eigenlijk het tweetalige. Dus de leerlingen die hier binnenkomen krijgen lessen in het Nederlands, maar ook bepaalde vakken in het Engels. Waardoor ze uiteindelijk aan het einde van het VMBO een veel hoger niveau Engels halen. En daarnaast is een belangrijk speerpunt van Wolfert Pro dat we veel in projecten werken. Dus project-based learning is de Engelse term daarvoor. En dat betekent dat onze leerlingen vanuit de verschillende vakken werken aan bepaalde projecten. En uiteindelijk dingen maken of dingen organiseren waar ze trots op kunnen zijn. De meeste lesdagen beginnen om 8:30. Dat is in ieder geval zo in de onderbouw. In de bovenbouw heb je keuzevakken en wil het wel eens zijn dat je wat later begint. En van 8:30 duurt de lesdag meestal tot 3:15. En daarin hebben de meeste leerlingen vaak in blokken van 2 keer 45 minuten hebben ze les. Waaraan herken je een echte Wolfert Pro leerling? Nou, aan een heleboel dingen natuurlijk. Het is een VMBO leerling die veel energie heeft en er zin in heeft. En daarnaast kun je het zien aan dat de leerlingen hier bijvoorbeeld niet met een boekenpakket naar school komen, maar met een laptop. Leerlingen leren hier allemaal digitaal. En op die manier bereiden we ze op een goede manier voor op de digitale toekomst die voor ons ligt. Waarom moet de groep 8 leerlingen straks voor deze school kiezen? Ik denk dat dat vooral is omdat Wolfert Pro een bijzondere school is door het tweetalige karakter. En doordat leerlingen ook in de projecten heel veel aan het doen zijn. Dus het is een school waar kinderen niet alleen maar uit boeken leren en digitaal leren, maar vooral ook heel veel doen. En daarnaast is het een redelijk kleine school waar we elkaar goed kennen en waar iedereen gezien wordt. En ik denk ook dat het een school is waar de kinderen zich goed op hun plek voelen en waar ze zich veilig voelen. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste om het naar je zin te hebben. Houden jullie nog een open dag? Ja, de eerstvolgende open dag is op 30 januari. Dat is op een vrijdag van 4:00 middags tot 8:00 s'avonds. En er is ook nog een informatieavond. En die informatieavond is op 17 februari. En daar kunnen leerlingen en hun ouders komen om allebei geïnformeerd te worden. Dus de ouders krijgen dan hun eigen workshops en de leerlingen gaan wat lesjes meedoen.